Ik heb met Ruben Dubbeleven gedraaid. En dat was fantastisch. Dat was fantastisch. Ik ken Ruben al vrij lang. Van sinds onze studies of zo. Maar ik heb het nooit echt meegewerkt als regisseur, als DOP. Dus de Dubbeleven was de eerste keer. Wat we elkaar wel een paar keer ontmoet op Vermist. Wat hij tweede camera is komen doen. En het klikt gewoon in ideeën. En bij Dubbeleven, we waren zo beperkt in tijd, dat ik echt op mij de opdracht genomen heb van ik ga voor de acteurs, hij gaat voor het beeld. En we communiceerden niet zo heel veel. We hadden gecommuniceerd voordat we gingen draaien, maar tijdens de draaiperiode was dat echt, we deden allemaal ons ding. En dat klopte heel erg. Dat was een zeer, zeer aangename ervaring. Dus ja, op basis daarvan heb ik dan gezegd van ja, mijn eerste langspeelfilm wil ik zeker met die gasten doen. En hier ook. We werken op dezelfde manier. We hebben de decoupage besproken. Maar hij neemt het visuele op hem. En ik neem vooral het spel op. We blijven alles bespreken uiteraard. Maar het is echt een samenwerking. Hij krijgt heel veel vrijheid van mij, denk ik. En ik krijg daar ook heel veel van terug, uiteraard. Maar waarom is hij eigenlijk... Ik bedoel, we zien hem bij tal van films terugkeren. Waarom is dat eigenlijk zo'n goede cameraman? Ik denk dat hij iemand is die gewoon het globale beeld van de film direct meeneemt of snapt. Hij maakt er ook werk van om dat te weten. Om ook in de eerste gesprekken, in de voorbereiding, om een idee te hebben van oké, wat gaat de film zijn? Visueel denkt hem mee, pakt hij mee naar locaties. Gepakt en met discussies over decor en zo. Waardoor dat hij niet alleen zijn schone plaatjes komt maken of zo, maar hij komt hier ook een film maken, ook een verhaal vertellen. Dus met zijn licht, met zijn camerabewegingen, hij doet mee om het verhaal te vertellen. Dus het is, en dat is gewoon heel aangenaam om met zo iemand te werken. Je staat er niet alleen voor. Met heel die een opdracht van oké, ik moet dat hier allemaal gaan in elkaar steken en vertellen. Je hebt iemand die dat specifiek dingetje ook op zich neemt, maar terwijl blijft hem kijken. Hij geeft mij ook soms wat tips als hij iets ziet bij een acteur van dat is goed, zou hij dat niet even meepakken of zo. Hij kijkt ook evenveel naar een acteur als naar zijn eigen licht of zo. Dus ja. Dat is wel heel aangenaam.